الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، we gaan verder met de lessen over de tekenen van het uur. En we waren vorige week begonnen met de grote tekenen van het uur. En we hebben toen onder andere Al-Mahdi behandeld, de komst van Al-Mahdi. En ook het verschijnen van het Dajjal. Vandaag inshallah ta'ala gaan we het hebben over de neerdaling van Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Dus de komst of de neerdaling van Jezus, vrede zij met hem. En we hebben toen vorige week ook al daarna verwezen. De komst van Isa alayhi salatu wassalam, of de neerdaling van Isa alayhi salatu wassalam, dat behoort, zoals de andere tekenen, behoort dat tot de aqida van Ahl Sunnah wal Jama'ah. Wij behoren te geloven, of wij dienen te geloven, dat Isa alayhi salatu wassalam terug gaat komen en neer zal dalen, zoals het is overgeleverd in de Sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Imam Ahmed rahimahullah, die zegt in zijn boek Usul Sunnah, waarin hij de aqida van Ahlus Sunnah weergeeft. Hij zegt daarin dat het behoort tot de aqida van Ahlus Sunnah wal Jama'ah dat zij geloven in de tekenen die voor het uur plaatsvinden. Onder andere het verschijnen van het Dajjal. Hij zei dat het Dajjal zal verschijnen en dat op zijn voorhoofd kafir staat tussen zijn ogen. Zoals wij vorige week hebben gezegd. Hij zegt, en ook tot de tekenen van, of tot de aqida van Ahl Sunnah wal Jama'ah, is dat zij geloven dat Isa alayhi salatu wassalam terug zal komen. En terug gaat keren naar de aarde. En dat de bewijzen of de ahadith daarop duiden. Die de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft opgenoemd. En hij zei, het is verplicht om daarin te geloven. Het is verplicht om daarin te geloven. En dat dit ook plaats gaat vinden. Dat Isa alayhi salatu wassalam terug gaat komen. En dat hij het Dajjal zal doden bij Lud. Bij de poort van Lud. Bab Lud. En ook het Tahawi rahimahullah zegt in zijn aqida. Aqida Tahawiya. Hij zegt dat Ahlus Sunnah wal Jama'ah, die geloven in de tekenen van de dag des oordeels. Ashraat al-Sa'ah. En tot die tekenen noemde hij ook het verschijnen van het Dajjal. En hij zei ook het terugkeren van Isa ibn Maryam, de neerdaling van Isa ibn Maryam vanuit de hemel. Vanuit de hemel. Ibn Taymiyyah rahimahullah zegt ook hierover dat het behoort tot de aqida van Ahl Sunnah. Hij zegt dat Jezus, yani Isa alayhi salatu wassalam, dat hij zeker zal terugkeren naar de aarde. Zoals dat vaststaat in de overleveringen die authentiek zijn. En hij zei, daarom is Isa alayhi salatu wassalam in de tweede hemel. Zoals yani, wij weten, is Isa alayhi salatu wassalam, zijn plaats is nu in de tweede hemel. In de eerste hemel is Adam. En in de tweede hemel is Isa alayhi salatu wassalam. Hij zegt, Isa alayhi salatu wassalam zit in de tweede hemel. Terwijl hij beter is dan Yusuf en dan Harun en dan Idris. En hun zitten boven hem in de hogere hemelen. Maar hij zegt, Hij zit in de tweede hemel, omdat hij terug gaat komen. En die anderen niet. Die anderen komen niet terug. En Isa alayhi salatu wassalam zal terugkomen. Vandaar dat hij dichtbij is. Hij zal terugkomen zonder twijfel. Terugkomen voordat de dag des oordeels plaats gaat vinden. Dus Isa alayhi salatu wassalam zal terugkomen. Hij zal neerdalen. Dat is een feit. Daar twijfelen wij niet over. En dat behoort tot de tekenen van het uur, de grote tekenen die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft opgenoemd. In de bekende hadith die we al eerder hebben opgenoemd, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, het uur zal niet plaatsvinden totdat jullie 10 zaken zullen meemaken. En hij noemde op het Dajjal, het verschijnen van het Dajjal. En hij zei daarna, Nuzul Isa ibn Maryam, en niet het neerdalen van Isa ibn Maryam, Jezus, vrede zijn met hem. En in een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam, in Bukhari en Muslim, hij zegt, wallazi nafsi bi yadihi, hij zei, hij
Hij zweert bij Allah, hij zegt bij hem in wiens hand mijn ziel ligt, yani bij Allah subhanahu wa ta'ala, hij zei, لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ إِبْنُ مَرْيَمْ. Hij zei, zeker zal Isa, de zoon van Mariam, spoedig onder jullie neerdalen. Hij zal neerdalen. Hij zei, de profeet sallallahu alaihi wasallam zei, hij zei, فَيُكَسِّرُ الصَّلِيبُ. Hij zei, hij zal de kruis breken. De kruis die ze aanbidden, het symbool van de christenen, hij zei, zal hij breken. En hij zal het Dajjal doden. En ook in een andere overlevering, hij zal de zwijn of de varken, zal hij doden. En hij zal al-jizya afschaffen. Al-jizya, dat is een soort belasting wat de joden en de christenen betalen. Als zij leven onder een islamitische staat. Als zij leven in een islamitische staat, dienen zij een soort belasting te betalen aan de islamitische staat. Deze heet al-jizya. In ruil daarvoor krijgen zij veiligheid. Krijgen zij veiligheid, yani van de islamitische leider. Dat is al-jizya. Met de komst van Isa alayhi salatu wassalam zal dat afgeschaft worden. Isa alayhi salatu wassalam zal dat, yani, met zijn komst wordt het afgeschaft. Dan hebben ze geen andere keus meer behalve de islam of yani, de strijd. Dus Isa alayhi salatu wassalam zal deze drie zaken onder andere zal hij verrichten. Tayyib, in een andere overlevering zat de profeet sallallahu alayhi wasallam dat Isa ibn Maryam zal neerdalen. Hij zei als een rechtvaardige leider. Hij zei hij zal neerdalen bij het aanbreken van een gebed. Bij het aanbreken van een gebed wanneer de moslims zichzelf hebben verzameld om het gezamenlijke gebed te verrichten. En in de overlevering staat dat het salat al-dhuhr is. Wanneer de moslims yani, bij elkaar zullen komen met als leider al-Mahdi. En ze bereiden zich voor op de oorlog tegen Dajjal. Ze zullen bij elkaar komen. Dan zal Isa ibn Maryam neerdalen. En dan is het gebed aangebroken. Dan zal al-Mahdi zal dan Isa uitnodigen om het gebed te leiden. En Isa alayhi salatu wassalam zal weigeren. Hij zal zeggen yani, dat Mahdi, dat hij de leider is. En dat hun onder elkaar de leider zijn. Hij zal de eer geven aan al-Mahdi. En al-Mahdi zal uiteindelijk het gebed yani, verrichten. Dus Isa alayhi salatu wassalam zal neerdalen. En hij zal yani, leven zoals in overleveringen yani, staat. Misschien vraagt yani, iemand zich af. Waarom zal Isa terugkeren naar de aarde? En niet Musa en niet Ibrahim of iemand anders? Isa alayhi salatu wassalam, zoals wij geloven, zoals in de Koran staat, is dat hij niet overleden is. Hij is niet gestorven. Isa alayhi salatu wassalam leeft nog. Hij leeft nog en Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem opgeheven. Dus Isa alayhi salatu wassalam gaat nog terugkomen en hij gaat sterven. Want elke ziel zal sterven. Elke ziel dat geschapen is, zal sterven. Ook Isa alayhi salatu wassalam zal sterven. Vandaar dat hij nog gaat terugkomen en hij zal nog leven. En daarna zal hij sterven zoals andere mensen gestorven zijn. Dat is één. Ten tweede, ook zal Isa alayhi salatu wassalam terugkomen om de Joden te weerleggen. En ook de christenen te weerleggen. Want de christenen en de Joden, zij beweren dat Isa dood is en gestorven is. En ze beweren dat Isa is gekruisigd. De Joden die zeggen dat Isa, dat zij Isa hebben gedood. De Joden die zeggen dat zij Isa hebben gekruisigd. En dat hij vervloekt is. Want in de Torah, daar staat wie doodgaat aan een kruis, zo iemand is vervloekt. En alleen maar iemand die vervloekt is, gaat dood aan een kruis. Dus de Joden zeggen van Isa is vervloekt. Dat zeggen de Joden. En de christenen, die hebben gezegd, Isa is gekruisigd. Yani, als yani hij, daarmee heeft hij de zonde van de mensen worden yani, als offer. Yani, als offer voor de mensen en voor de zonde van de mensen. En ze hebben een aantal zaken die ze geloven. Die betrekking hebben met deze kruis en deze kruisiging. Dus als Isa alayhi salatu wassalam terug zal komen, zal hij dat ook weer leggen. En hij zal de kruis breken. Deze wat een symbool is bij de christenen. En daarnaast zal hij ook terugkomen om de Joden te bestrijden.
Want Isa alayhi salatu wassalam, hij zal het Dajjal doden. En het Dajjal zal op die dag zal hij de leider zijn van de Joden. Want het Dajjal, als hij tevoorschijn komt, komt hij tevoorschijn bij de Joden. Hij zal en die geboren worden van Joodse ouders. En ook zijn volgelingen zullen, de meeste van zijn volgelingen zullen Joden zijn. 70.000 Joden van Asbahan zullen hem volgen. En ook anderen. Dus Isa alayhi salatu wassalam zal hun de oorlog verklaren. En hij zal ze bestrijden. En hij zal het Dajjal doden. En de moslims die zullen bij het leger van Isa alayhi salatu wassalam zijn. Samen met Mehdi. En ze zullen hun vernietigen. En ze zullen hun verslaan. Dus ook om deze reden zal Isa alayhi salatu wassalam terugkomen. Dus Isa alayhi salatu wassalam zal terugkomen. Omdat hij nog niet dood is. Hij leeft nog. Hij is niet gestorven. Zoals Allah zegt in de Koran. Nadat de christenen en de joden beweren dat hij dood is, heeft Allah gezegd, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ. Ze zeiden, إِنَّا قَتَلْنَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ. De joden zeiden van, wij hebben Isa ibn Maryam vermoord. En Allah subhanahu wa ta'ala die zegt in de Koran daarna, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ze hebben hem niet gedood en ze hebben hem ook niet gekruisigd. Lakin iemand die op hem leek. En iemand van zijn vijanden of van iemand anders die op hem leek. Die is door de Joden gedood en die is door de Joden gekruisigd. Dus Isa alayhi salatu wassalam is niet gedood. Hij is ook niet gekruisigd. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem opgeheven. Toen ze hem wouden doden, heeft hij hem opgeheven. Zoals Allah zegt in de Koran. Ber rafa'ahu Allahu ilayh. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayh. En Allah heeft hem tot zich genomen en hij heeft hem opgeheven naar boven. En een van de personen die daar aanwezig was, van zijn vijanden of van anderen, heeft Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem op hem doen lijken. En ze hebben hem vermoord en hem hebben ze gekruisigd. En niet Isa alayhi salatu wassalam. Dus wij geloven dat Isa alayhi salatu wassalam nog leeft. De joden geloven dat hij dood is. De christenen die geloven ook dat hij is vermoord en gekruisigd en daarna begraven. En na 3 dagen hebben ze gezegd dat hij uit zijn graf is gekomen en is hij de hemelen, richting de hemelen gegaan. Tayyib, de eigenschappen van Isa alayhi salatu wassalam en zijn uiterlijk. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft Isa alayhi salatu wassalam beschreven. Hij heeft beschreven hoe hij eruit ziet. Hij heeft ook een aantal van zijn eigenschappen en zijn daden opgenoemd. Want de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft Isa ontmoet. Hij heeft hem ontmoet waar? Toen hij de hemelreis heeft gemaakt. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam de reis heeft gemaakt van Mekka naar Beit al-Maqdis. De nachtreis, al-Isra. En daarna de hemelreis van Beit al-Maqdis naar boven, naar de zevende hemel. Is hij de profeten tegengekomen. En onder andere is hij Isa alayhi salatu wa sallam tegengekomen in de tweede hemel. En daar heeft hij Isa alayhi salatu wa sallam ontmoet. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft hem dus beschreven. De profeet heeft hem beschreven als een man met een gemiddelde lengte. Niet lang en niet kort. En hij zei dat hij een sterke bouw had. Hij had een stevige, sterke bouw. En hij was breed. Hij was breed met een brede borstkas. En hij was blank met een rode huidskleur. Hij was blank, maar hij neigde naar de rode kant. Hij had een rode huidskleur, met een rechte postuur en hij had krullend haar. Isa alayhi salatu had krullend haar en lang, tot aan zijn schouders. Zo heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam hem beschreven. Hij zei met lang krullend haar. Het leek net of hij, een bad had genomen. Het leek net of hij uit een douche was gekomen. Zo zag Isa alayhi salatu wassalam eruit. Zo rood zag Isa alayhi salatu wassalam eruit. En het water druppelde van zijn voorhoofd naar beneden. Zo zag de profeet sallallahu alayhi wa sallam Isa alayhi salatu wa sallam. En in Bukhari en Muslim, hadith Abdullah ibn Umar, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, ik was op een nacht bij de Kaaba in Mekka. Op een nacht was de profeet sallallahu alayhi wa sallam bij de Kaaba. Hij zei, en ik zag ineens een man. Hij zei, een bruine. Of bruin van huidskleur, of bruin, haarkleur. Hij zei, ik zag een bruine
man. Hij zei, met lang haar, tot aan zijn schouders. Tot aan zijn schouders. De profeet sallallahu alaihi wasallam, hij zei, ik heb nog nooit zo mooi haar gezien. En dat haar dat hij had, hij zag, was mooi. Hij beschreef hem als mooi haar, wat gekamd was. Hij zag, en het druppelde water. Water druppelde van zijn haar. Hij zei, hij leunde op twee mannen. En hij deed de tawaf. Isa, alayhi salatu wasalam, leunde op twee mannen. En hij deed de tawaf om de Kaaba. De profeet sallallahu alayhi wasallam, hij vroeg. Hij zei, wie is dat? En er werd tegen hem gezegd, dat is al-Masih ibn Maryam. Yani al-Masih Isa ibn Maryam. Zoals in Bukhari en Muslim staat. Dus deze zaken heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam opgenoemd. Zo heeft hij hem beschreven. En zo heeft de profeet hem gezien. Isa alayhi salatu wasalam zal neerdalen. Hoe zal hij neerdalen? In wat voor toestand zullen de mensen zijn? Isa alayhi salatu wasalam zal neerdalen nadat het Dajjal tevoorschijn is gekomen. Zoals we eerder hebben gezegd. Hij zal neerdalen als de Dajjal tevoorschijn is gekomen. Hij is al op de aarde. Hij heeft verderf gezaaid. En haat gezaaid op aarde. En ellende. Zoals wij vorige week hebben genoemd. Allah subhanahu wa ta'ala zal Isa alayhi salatu wasalam sturen. Als de Dajjal zijn ellende en verderf al op aarde heeft gezaaid. Hij zal hem zenden naar de aarde en laten terugkeren bij een plek vlakbij of bij een plek in Damascus. In Damascus, yani in Syrië, Dimashq. Het oosten van Damascus, zoals staat in hadith. In het oosten van Damascus, daar zal hij neerdalen bij een witte minaret. Bij een witte minaret. Sommigen hebben gezegd bij de moskee, de Umawi moskee. Grote moskee die daar is, Masjid al-Umawi, of Jami' al-Umawi. Daar waar een grote witte minaret is, daar zal Isa alayhi salatu wassalam neerdalen. Als hij neerdaalt, heeft hij twee kledingstukken aan. Twee kledingstukken heeft hij aan. Die van kleur hebben, die de kleur van zaafraan hebben. Zaafraan, geel-oranje-achtig. Zo zullen die kledingstukken van kleur zijn. Bij het neerdalen van Isa alayhi salatu wassalam, zal hij vergezeld worden door twee engelen. Als hij neerdaalt, zal hij zijn handen op de vleugels van deze engelen plaatsen. Zo zal Isa alayhi salatu wassalam neerdalen naar de wereld. Naar de wereld. En als hij neerdaalt, als hij zijn hoofd neerbuigt, zal zijn hoofd druppelen. Druppelen yani van water of van zweet. Zal afvallen van zijn hoofd. Als hij weer zijn hoofd weer opheft, dan zullen deze druppels zweet als parels lijken. Ze zullen als parels lijken en zullen verspreid worden. Zo zal Isa alayhi salatu wassalam neerdalen. Als hij neerdaalt, wat we eerder hebben gezegd, zal hij neerdalen bij een groep mensen. Groep moslims. De groep die op de waarheid zit. Die zich voorbereiden op het bestrijden van het Dajjal. Deze groep, dat is het Ta'if al-Mansura. De gezegende groep. De groep die zal zegen vieren. En die zal vechten en strijden voor de waarheid. Met als leider al-Mahdi. Al-Mahdi zal hun leider zijn van deze al-Ta'if al-Mansura. Van deze geredde groep. En van deze zegevierende groep. Deze groep wat ik net zei. Ze zullen bezig zijn op dat moment met het voorbereiden op de oorlog. Op de jihad. Om de Dajjal te bestrijden. En de volgelingen van het Dajjal. De Joden. Isa alayhi salatu wassalam. Hij zal zich aansluiten bij deze groep. Bij deze zegevierende groep. En hij zal met hun het gebed verrichten, wat we eerder hebben gezegd. Want ze zullen het gebed verrichten op dat moment. Het gebed is dan aangebroken. En ze zullen het gebed verrichten. En Mahdi zal het gebed leiden. En Isa alayhi salatu wassalam zal achter El Mahdi bidden. Daarna zullen ze op zoek gaan naar El Mahdi. Of ze op zoek gaan naar het Dajjal. En het Dajjal heeft dan gehoord van de komst van Isa. Hij heeft gehoord dat Isa is teruggekomen. Hij zal vluchten. Hij zal vluchten, want hij weet dat hij vernietigd zal worden door Isa alayhi salatu wassalam. Hij zal vluchten richting Beit al-Maqdis, richting Jeruzalem. En Isa alayhi salatu wassalam met zijn leger, met de Mahdi, zullen hem achterna gaan. En ze zullen hem tegenkomen bij de poort van Lud. Bab Lud. Daar zullen ze het Dajjal tegenkomen met zijn volgelingen. Als het Dajjal Isa alayhi salatu wassalam ziet, zal het Dajjal oplossen. Oplossen en hij zal verdwijnen.
zoals zout in water oplost. Zo staat in de hadith. Zo heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat beschreven. Hij zal oplossen zoals zout oplost in water. En daarna zal Isa alayhi salatu wa sallam hem alsnog vermoorden. Hij zal alsnog vermoord worden door Isa met zijn speer. Want zo staat in hadith in Sahih Muslim dat er bloed aan de speer van Isa te zien is. Er zal bloed aan de speer van Isa te zien zijn. Dus Isa alayhi salatu wa sallam zal hem alsnog met zijn speer, zal hij hem nog doden. Dus zo eindigt het Dajjal en zo wordt het Dajjal verslagen. En zijn leger, zijn volgelingen, de Joden, die worden verslagen door de moslims. En de moslims zullen de Joden bestrijden en ze zullen hun achtervolgen. En wat ik eerder zei, de rotsen, ze zullen schuilen achter rotsen en achter bomen. En deze rotsen zullen zeggen, ja Abdullah, o dienaar van Allah, hier achter mij is een Jood, kom en vermoord hem. En zo zullen ze hun verraden en de bomen, behalve één soort boom, die zal niet de Joden yani verraden. Dit is de enige boom die dat niet zal doen, maar de Joden zullen vernietigd worden door dit leger. Het leger van Isa en van al-Mahdi. Daarna zal Isa alayhi salatu wassalam verder leven. En hij zal als uitnodiger leven. Hij zal leven als da'i. Uitnodigen naar de islam. Hij zal de mensen oproepen naar Allah subhanahu wa ta'ala. En naar de islam. En hij zal ook als leider zijn voor de moslims. Hij zal oordelen met de wetten van de islam. En hij zal ook deze dien aanhangen, de islam. Want na de komst van de islam en na de komst van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zal er geen andere profeet komen. En zal er ook geen andere godsdienst zijn. De enige godsdienst die nog telt na de komst van de islam, is de islam alleen. Geen enkele godsdienst. Dus Isa alayhi salatu wassalam, als hij terug gaat komen, hij zal regeren met de wetten van Allah, met de islam. En hij zal niet oordelen met de Bijbel. Daarom zei de profeet sallallahu alayhi wasallam tegen Omar, hij zei, als Musa nog leefde, dan zou hij geen andere keuze hebben dan mij volgen. Na de komst van de profeet sallallahu alayhi wasallam is er geen andere weg, behalve zijn weg. Dus Isa alayhi salatu wassalam zal een volgeling zijn van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam. En zo zal hij yani, een tijd leven en een tijd blijven yani, op aarde. En hij zal onder andere, wat ik net zei, de kruis zal hij breken. Wat een symbool is voor de christenen. En die de christenen aanbidden. De christenen die aanbidden deze kruis en die verklaren deze kruis heilig. Isa alayhi salatu wassalam zal er een einde aan maken. Hij zal een einde aan maken. En hij zal laten zien dat dit gewoon een leugen is. En dat deze kruis niets voorstelt. De kruis, zoals ja, niet veel van jullie weten, is een symbool voor de christenen. En de christenen, die hechten veel waarde aan deze kruis. En ze hebben ook bepaalde aqaid, bepaalde ideologieën van over deze kruis. En de christenen zijn eigenlijk niet de enige. De christenen zijn niet de enige die de kruis heilig verklaren. En ze zijn ook niet de enige die gezegd hebben dat Jezus is gestorven aan de kruis. Ook de hindoes, die beweren ook dat Krishna is gekruisigd aan de kruis. En die voor Isa alayhi salatu wassalam. Ook de boeddha's, de boeddhisten, die beweren ook dat Boeddha is gekruisigd. Yani aan een kruis gestorven is. Dus deze aqida is eigenlijk oud. Is eigenlijk voor de christendom. Maar de christenen hebben de kruis meer geëerd en vereerd en heilig verklaard dan de andere volkeren, yani voor de christenen. Vandaar dat de christenen yani deze kruis ook met zich meebrengen altijd. Met zich, ze dragen hem, ze knielen op de kruis. En de kruis is voor hun qibla. Ze bidden richting de kruis. En je ziet ook bijvoorbeeld dat ze een beweging maken met de kruis. Dat ze op hun voorhoofd slaan en op hun borst en op hun schouders, twee schouders. Dat zijn allemaal tekenen van het vereren van deze kruis. Terwijl deze kruis eigenlijk een symbool is die eigenlijk is geïnnoveerd in de christendom. Want deze kruis bestond eigenlijk ook niet in het begin van de christendom. Deze kruis is pas zo heilig verklaard in de vierde eeuw. Zoals sommigen hebben gezegd. Een van de keizers van Constantinopel of van Constantinië. Hij was degene die deze kruis eigenlijk heeft vereerd. En de mens heeft opgedragen om deze kruis te vereren. En om deze altijd bij zich te hebben. Vooral als het ging om oorlog.
Ze geloven dat deze kruis hun overwinning gaf. Dus deze kruis zal Isa alayhi salatu wassalam, zal hij breken. En hij zal laten zien dat deze aqida vals is en een leugen is. En daarnaast zal hij ook de zwijn doden, wat ik eerder zei, de varken. En hij zal de jizya afschaffen. Yani, er wordt geen jizya meer geaccepteerd. Na de komst van Isa wordt er geen jizya meer geaccepteerd van een Jood of van een christen. Tayyib. En in zijn tijd van Isa alayhi salatu wassalam zullen ook de rijkdommen in overvloed zijn. De rijkdommen zullen in overvloed zijn bij de moslims. En er zal vrede zijn. En er zal totale veiligheid zijn bij de moslims. Zo erg dat er geen vijandschap zal zijn tussen twee personen. Er zal geen vijandschap zijn tussen twee personen. Er zal totale vrede zijn onder de mensen. Zelfs geen jaloezie. Er zal ook geen jaloezie zijn. Geen afgunst. Het zal vredig zijn. En de mensen zullen allemaal tevreden zijn met datgene wat ze hebben. En alles zal in overvloed zijn. Zoals staat in overleveringen onder andere in Sahih Muslim. Al het slechte zal verdwijnen. En vrede en veiligheid en rust zullen heersen op aarde. Zelfs de dieren die vijandig tegenover elkaar zijn. Nu zullen vredig tegenover elkaar zijn. Zoals staat in hadith in Musnad Imam Ahmed. Dat zelfs yani, de leeuwen, dat ze zullen grazen tussen de kamelen. En dat ze hun niets zullen aandoen. En dat de wolven zullen grazen tussen de schapen. En dat ze hun niet zullen aanvallen. Zo zal de tijd van Isa alayhi salatu wassalam zijn. Zo erg of zo veilig dat zelfs de kinderen zullen spelen met slangen. En dat deze slangen hun niet zullen schaden. Zo veilig en zo vredig zal het zijn in de tijd van Isa alayhi salatu wassalam. En dit staat in hadith in Musnad Imam Ahmed. Isa alayhi salatu wassalam zal een tijd lang op aarde verblijven. In sommige overleveringen staat dat hij 7 jaar zal blijven. In andere overleveringen staat dat hij 40 jaar zal blijven. Yani, terug zal komen op aarde. Sommige overleveringen, wat ik net zei, staat 7 jaar. Onder andere in Sahih Muslim. In Sahih Muslim staat dat Allah subhanahu wa ta'ala Isa terug zal zenden naar de aarde. En dat hij 7 jaar zal blijven op aarde. Terwijl er geen vijandschap zal zijn tussen twee personen. En hij zal daarna, en Allah subhanahu wa ta'ala zal daarna, na de tijd van Isa, zal hij een koude wind sturen. Hij zal een koude wind sturen vanuit Asham. En Asham, dat is wat nu Syrië is. Syrië, Jordanië, Libanon, Filistijn. Er zal van die kant zal er een koude wind gestuurd worden. Richting, yani, de aarde in. Elke moslim zal dan sterven. Ook al heeft hij maar een graadje aan iman in zijn hart. Hij zal sterven door deze wind. Dus deze wind die zal gestuurd worden, deze koude wind. Daarmee zullen alle moslims zullen doodgaan. Dus Isa alayhi salatu wassalam zal 7 jaar verblijven op aarde. Zoals staat in deze hadith. In een andere hadith, die staat in Musnad Imam Ahmed en ook in Abi Dawood, waarover Ibn Hajar heeft gezegd dat hij sahih is. Daarin staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat Isa alayhi salatu wassalam 40 jaar op aarde zal blijven. Hij zegt en daarna zal hij sterven. En dan zullen de moslims yani, over hem bidden en zullen hem begraven. Zullen voor hem bidden en zullen hem begraven. Tijdens deze twee overleveringen lijken elkaar tegen te spreken. Sommige geleerden hebben deze overleveringen bij elkaar gehaald. En ze hebben gezegd, de bedoeling is van 40 jaar. Dat is dat Isa alayhi salatu wassalam, voordat hij is opgeheven naar de hemelen, heeft hij 33 jaar geleefd op aarde. Yani hij is op 33-jarige leeftijd, is hij opgeheven. En daarna komt hij terug, zal hij nog 7 jaar op aarde verblijven. In totaal is dat 40 jaar. Zo hebben ze dat yani, bij elkaar gebracht. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Of dat het juiste is. Maar sommige geleerden hebben dat zo yani, geïnterpreteerd. Ook in de tijd van Isa alayhi salatu wassalam, een andere gebeurtenis die plaatsvindt nadat Isa de Dajjal heeft vermoord, is dat Ya'juj wa Ma'juj zullen verschijnen. Deze Ya'juj wa Ma'juj, dat zijn twee volkeren. Grote gemeenschappen. Volkeren of gemeenschappen die verschrikkelijk zijn.
die worden Gog en Magog genoemd. Ja'juj wa Ma'juj worden die genoemd. En deze zullen ook verschijnen in de tijd van Isa alayhi salatu wassalam, nadat het Dajjal is uitgeschakeld. En ook deze zullen zorgen voor ellende in de wereld en voor rampen, zullen rampen veroorzaken op aarde. Waarna Isa alayhi salatu wassalam de moslims zal verzamelen en ze zullen zich richten naar Jebel, het Toor. En daar zullen zij Allah subhanahu wa ta'ala yani aanroepen en smeken en het dua verrichten. Waarna Allah subhanahu wa ta'ala deze volkeren of deze gemeenschappen zal vernietigen. En daar gaan we het inshallah ta'ala de volgende les over hebben. Wallahu ta'ala a'lam. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.